Sinds enige weken heeft het Muiderslot weer een militaire bezetting. In het kasteel zijn namelijk 30 man van de genie ingekwartierd. Dagelijks verrichten ze in de naaste omgeving luidruchtige opruimingswerkzaamheden die de slotvoogd Don Coot als muziek in de oren klinken. 6 jaar lang heeft hij gepoogd het gebied rond het slot in handen te krijgen. En vorig jaar heeft het ministerie van Oorlog er tenslotte afstand van gedaan. Nu worden de militaire onderkomens en fortificaties die dateren uit 1880 opgeruimd. In dit atoomtijdperk hebben ze geen reden van bestaan meer. Met afgepaste springladingen worden telkens kleine stukken van de vestingwerken ontzet, waarna drillboren, bulldozers en draglines de afbraak voltooien. Men doet dat op deze manier omdat bij opblazen van de bunkers het slot zelf beschadigd zou kunnen worden. Binnen afzienbare tijd zal een harte wens van de slotvoogd vervuld zijn. Dan zal de omgeving van het Muiderslot weer in de 17e eeuwse toestand zijn teruggebracht.